Ben met de guys onderweg. Ben met de guys onderweg. Ben met de guys onderweg. Pakken die money en zijn alweer weg. Ben met de guys onderweg. Ben met de guys onderweg. Yo, what up, big family. Welkom back. Welkom terug bij gaming. We zijn terug. We zijn terug. Terug van weg geweest. Vorige week is er helemaal geen aflevering online geweest. Want ik ben nog steeds een beetje ziek, maar ik kon vorige week gewoon echt niet eens mijn bed uit. Ik was echt op. Ik moest even rusten. Dus ik ga het vandaag weer gewoon proberen. We gaan wel een extra wedstrijd spelen. Misschien wel twee. Om het een beetje goed te maken met jullie. Omdat jullie gewoon helemaal geen aflevering hebben gehad vorige week. Ik heb ook totaal geen games gespeeld. Geen FIFA gespeeld. Dus het kan heel slecht gaan vandaag. Maar ook heel goed gaan. Dus we gaan het zien. We gaan als eerst de speelschema bekijken. Dan hebben we als eerste uit in de beker tegen PSV. Dan hebben we gewoon competitie tegen Fortuna. Dan hebben we Zwolle uit. En dan hebben we PSV uit. We gaan gewoon de eerste vier wedstrijden spelen. Maar eerst even langs de transferperiode gaan. Want volgens mij hebben wij niemand meer te kopen, denk ik. Even kijken. Hier in ieder geval niemand staan. Ik heb hier ook nog iemand staan die ik zou moeten kopen. Dus we zijn goed, we zijn goed. We zijn weer goed. Ik kan ook gewoon trouwens heel die transfer lekker simuleren. Hij gaat nergens heen. Mr. Jeff himself gaat nergens heen. Verslag van PSV. In de laatste 5. 3 gewonnen, 2 gelijk gespeeld. Ze hebben Hartman gekocht van Feyenoord. Oké. Okay. En Fofana hebben ze. Spelen vanaf de vleugels. En wij moeten gewoon heel stabiel beginnen en goed gaan spelen. Want we hebben de winst nodig. Want het is de kwartfinale van de Oranje Beker. Winst hebben we nodig. Gaan we met de aftrap voor PSV. En we zijn los. We gaan kijken wat deze wedstrijd voor ons gaat meebrengen. Ik ben echt benieuwd, want ik heb zo lang dit gewoon niet gespeeld. Dat ik ook weer even moet gaan wennen aan hoe elke speler speelt. Een beetje. Jeff. Ik snap. Zeker rust, dacht ik al. Rusten met 0-0 is zeker niet verkeerd. Is zeker niet verkeerd. Even de microfoon wat schuiven. Is zeker niet verkeerd.
gaan beginnen aan de tweede helft. Meegegeven door Daniel. Oh, deze. Nee, dat is een... Oh! Hele mooie voorzet, maar ook een hele mooie redding. Dit was echt een mooie redding. Nieuwe aanwinst. Op snelheid weg. Nieuwe aanwinst. Op snelweg weg. Plaatst hem! Achter de doelman. En het staat 1 tegen 0. Wat prachtig. Wat prachtig. Plaatst hem echt net langs de doelman. Heerlijke goal. 1-0. En we moeten het gaan uitbreiden en gaan verdedigen. Het wordt nog een moeilijke klus. Want we zijn net begonnen aan de tweede helft. En we moeten nog heel wat minuten. Geraldo weg. Geraldo is weg. Geraldo is weg. Geraldo is weg. Geraldo is weg. En het is 2 tegen 0. 2 tegen 0. Heerlijk. Vanaf dezelfde kant. Vanaf dezelfde kant. Goed doorgejaagd. En mooi afgemaakt. 2-0. Vrije trap. Was er buiten als het goed is. Was er net buiten toch, scheids? Scheids. Scheids. Recht van de binnenin. Let's go! Caballero, let's go! Let's go! Bal. Heerlijk. Hakim. Spelen. Oh. Nino Ames is sneller dan Aramayo. Hij is sneller. Verre hoek. Hij knalt toch die bal even lekker erin daar, hè? Ongelooflijk. 3-0. 3-0 tegen zo'n topteam. Wauw. Nog voor een wissel hebben we nog. En klaar. Het is gewoon klaar. PSV is uitgeschakeld. PSV is uitgeschakeld door ons. Lekker Caballero. Die is echt lekker aan het keepen vandaag hoor, die Caballero. Ik zie Chef. Die bal is niet hard genoeg voor Jeff. Weg die bal. Weg die bal. Lekker Costa. Oh, Yusuf. Die heeft ook wel de snelheid. Eroverheen, Geraldo. Geraldo. De keeper kwam niet uit.
had verwacht dat die keeper uitkwam. Had ik echt verwacht. Jammer. Maar we winnen. We winnen met 3-0 van PSV in de oranje beker. Ik heb al gezegd, de competitie maakt mij niet meer zo heel veel uit. De Champions League en de oranje beker, die maken mij heel veel uit. Daar moeten we gewoon in gaan scoren. Vitesse is door, Twente is door en NEC is door. Oeh, oké. Heel goed. En we hebben een spelerschat. Baljeet. Baljeet. Er is getoond in... Oh, is goed. Mogen hem hebben. Geen probleem. Geen probleem. Voor Fortuna. In de laatste 5. 2 gewonnen, 3 verloren. Staan op de 10e plek. En... Naar mijn gevoel hoeven we alleen maar op te passen voor Kai Sierhuis. Want het is de enigste die echt gevaarlijk is voor ons. Dat is de enigste. En ik zie hier dat wij wel een wisseltje mogen gaan neerzetten. Dat dit wel volgens mij de wissel is. Ga gewoon beginnen. We gaan ervoor. Fortuna heeft een aftrap. We gaan kijken wat er hier gaat gebeuren vandaag. Bonachev. Chef op snelheid erlangs. Drie man geklopt. Maar mag je hem ook afmaken? Als je drie man wegspeelt, mag je hem ook afmaken. Drie man wegspeelt, mag je hem echt maar afmaken. Echt. 1-0. Heel vroeg. En heel snel. Maar daar ben ik heel blij mee. Ja, het zijn van te kijken. Daar je van te kijken. Hij is toch sterker. Toch sterker. Toch. 1-0. Doorgaan. Wou ik zeggen, maar wacht eens even. Toch de 1-1. Wow, wat een redding. Wat een redding wel. Top. Wat gebeurt er met die camera? Wat gebeurde er daar met die camera? Het doelpunt voor Fortuna Sittard. Nummer 34. Oriol Matu. Geraldo, je moet lopen. Geraldo moet lopen! Geraldo moet lopen! Jongen. Hop! Naast de linker, korte hoek. Oh, deze mannen. Geraldo. Nog steeds ongelooflijk. Ik ben echt blij dat we hem nog hebben in de Champions League. Ondanks dat hij niet heel veel heeft laten zien nog in de Champions League, ben ik wel blij dat ik hem heb. Wat? Is die bal aangeraakt? Is die bal aangeraakt? Niet eens. Het is gewoon hard geschoten. Oké.
Oké, Fortuna. Jeff. Geraldo. 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 Op de lat. Wel weer een hele goede schot van Geraldo. En het is rust. En het is rust. Oh, wat een aanval weer. Hij rust met 2-2. 2-2. Het gaat heel gelijk. Het gaat heel gelijk. We gaan Costa erin brengen. En dan gaan we straks Stefan ook erin brengen. En we gaan Van Hoeven wat speelminuten geven. We gaan Ziyech ook gelijk wat rust geven. Van Hoeven. Van Hoeven. Nou. Oh, wordt hier geblokt hoor. Hens. Ik heb Hens gemaakt. Oh, hij heeft Hens gemaakt. Ja, Hens. Ex Geraldo. Tuurlijk! Tuurlijk! Niks nieuws. Niks nieuws. Het is Geraldo. Niks nieuws. Niks nieuws. Toch, niks nieuws. 3-2. Nu verdedigen, jongens. Moeten gaan verdedigen. Wauw. Hij loopt hem gewoon precies. Wauw. Eén counter hebben we nodig. Even één goede counter. Snelheid ook. Jeff. Akolo. Akolo. Akolo! Oh, met de winnende golden wissel. Golden wissel. Akolo. Akolo. De golden wissel. Kijk ze even gaan. Kijk ze even gaan daar. Wat een wedstrijd. Wat een wedstrijd. Kap naar binnen. Och, heerlijk. Heerlijk. Door de beentjes langs de keeper. En het is volgens mij ook gelijk einde wedstrijd. Nog niet. Toch wel. Heerlijkste doelpunten die gewoon gelijk maakt. En daarna afluiten. Perfect. Perfect. Winst. 4-3. Heerlijke wedstrijd. Hele goede wedstrijd ook vooral. Heerlijk. Ik zat PSV ook moeite heeft tegen Zwolle. Dus maar inleenaanbod voor Patterson. Nou, jullie mogen hem gewoon normaal lenen. Maar niet kopen, gewoon lenen. De 2 jaar, is prima, is prima. Ja. Yeah. Topper. Ja, ik ga niet eens met de moeite doen. Want hij gaat toch niet weg. Hij gaat toch niet weg. Nog alleen aanbod. Kijk wat hun willen. En ja, ook prima.
top. Jullie vechten het maar uit. Jullie vechten het maar uit. Echt. Zwolle, komt u maar melden. Spelen 4-4-2 op lijn. In de laatste 5. 3 verloren en 2 gelijkspeeld staan. 17e plek. Niet zo heel goed voor Gansen. Want ze staan heel laag. En spelen via de vleugels. Niet heel, heel spannend, maar wel een reden om heel scherp te beginnen en scherp te blijven. Daar gaan we. Zwolle weer met de aftrap. We krijgen ook geen aftrap meer. Wat is dit? Wat is dit? Maar maakt niet uit. We gaan gewoon focussen op het doelpunt en niet op de aftrappen. Lekker ruimte gemaakt. Hens? Geen Hens? Jammer. Die bal lekker in de pot met ruimte. Tali! Talpi! Hey, wat doe je? Wat doe je, Sias? Ah, je moet niet weglopen van de bal. Ja, je mag rennen. Terug. Talbi. Talbi met de goal. Talbi met het doelpunt. Heerlijke doelpunt ook weer van Talbi. Niks aan doen. Ik vind het steeds raar dat die namen ook onderaan het scherm zo raar zijn. Ik weet het niet. Waar heeft dat mee te maken? Ik begrijp het echt niet. En het wordt ook niet gefixt ofzo. Heel apart. Rust. Misschien na de rust. Maar het is echt heel apart. Ik zie nu ook niet meer het menu? Wat is dit? Jongens, kijk. Jongens, ik kan niks doen. Wat is dit? Wat is dit? Jongens, ik ga het even fixen. Waarschijnlijk moet het gewoon overnieuw. Ik ga het even fixen. Ja, we zijn terug. We zijn alweer een paar uur verder. Maar we zijn terug. We zijn terug. Ik heb helaas de wedstrijd tegen Zwolle niet meer kunnen spelen. Want elke keer wanneer ik ging spelen, liep die gewoon vast. Echt elke keer. Ik zal even mijn camera wat omlaag doen. Maar elke keer liep die gewoon vast. Ik kon niks meer doen. Er was iets mis met die wedstrijd, denk ik. Dus ik heb hem nu maar moeten cumuleren. Ja, via de kalender eigenlijk. En ja, we hebben gelijk gespeeld terwijl we 3-0 in de rust voorstonden. Het is zonde, het is jammer, maar het is niet anders dan dit eigenlijk. En dan, we kunnen wel de
andere wedstrijd spelen. Maar... Zo. Ja, we zijn weer terug. Het is even later. Maar het is me niet gelukt om de wedstrijd te spelen tegen Zwolle. Ik heb het zeker 3-4 keer geprobeerd. Maar elke keer liep de wedstrijd vast. Het deed raar. Elke keer weer opnieuw. Dus de vierde wedstrijd die ik ga spelen voor deze aflevering ga ik ook niet doen. Die houdt jullie mij te goed. Want de volgende aflevering ga ik hem dan gewoon spelen voor jullie. Een extra wedstrijd. Misschien wel twee extra wedstrijdjes. Want ik ga even de spel even helemaal opschonen. En misschien moet ik dat dan ook weer gaan updaten. Misschien opnieuw installeren. Dus ik ga even bekijken hoe en wat. En ja, dan moet ik helaas de aflevering gewoon hierbij afsluiten. Want ik heb de Zwolle wedstrijd geforceerd moeten simuleren. En dat kon ook alleen via de kalender, zodat hij niet vastliep. Dus de enige optie hoe ik het heb kunnen oplossen. Heb wel helaas 2-2 gelijk gespeeld. Maar ja, het is even niet anders. Het is een tegenslag, maar gelukkig niet echt al te groot. Maar het is alsnog een tegenslag. Dus ja, we gaan nog even Pettersen opnieuw uitlenen. Voor de weet ik voor hoeveelste keer. Echt. Ik spelen counter. 30, prima. En ook even die. Nee! Dan is het maar voor nu echt maar één club waar die naartoe gaat. We gaan wel door simuleren. Dat lukt wel, maar ik durf gewoon niet gaan spelen. Want straks ben ik weer een paar uur kwijt verder om überhaupt te gaan spelen. En dan moet ik hem waarschijnlijk weer geforceerd gaan simuleren. Vind ik gewoon heel jammer. Dus ik ga het helaas hierbij afsluiten. We hebben wel twee goede wedstrijden gehad. Dus we hebben wel leuke wedstrijden om naar te kijken in ieder geval. Want daar gaat het om. Het moet gewoon leuk zijn. Ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze aflevering. Iets kort, maar de volgende aflevering wordt een XL aflevering. We gaan gewoon misschien wel twee wedstrijden extra spelen. Dat komt helemaal goed. Ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze aflevering. Vergeet niet te liken, vergeet nu niet te abonneren en het belletje aan te zetten. Zodat je niks mist van dit kanaal. En dan zie ik jullie weer bij de volgende aflevering. Doei. I wanna ball in peace, so them where they hitting on me. Ik focus op mezelf, die niggas zijn vol met jealousy. Die niggas die haten, ik heb die boy.